Mohammed, de veelgeprezene. Dit is een persoonlijke naam van de profeet, vrede zij met hem. Hij kreeg deze naam van zijn grootvader, Abdul Muttalib. De letterlijke betekenis van de naam is degene die lofprijzing verdient en degene die vrij is van elk gebrek of tekortkoming. De naam komt op 4 plaatsen voor in de Koran. In hoofdstuk 3, aya 144, hoofdstuk 33, aya 40, hoofdstuk 47, aya 2 en hoofdstuk 48, aya 29. Wij worden geïnstrueerd om zegeningen voor de profeet te vragen in de volgende aya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Als wij dit doen zodra wij zijn naam horen, dan wordt het een gezamenlijke actie van zowel Allah, subhanahu wa ta'ala, de engelen en de gelovigen. Wat een eer! De profeet, vrede zij met hem, zei: degene die mij 1 zegening van salawaat schenkt, zal Allah haar of hem 10 zegeningen schenken. Het is overgeleverd in Muslim.